Het is 4:15 als op Varkenoord zo'n 300 tot 400 supporters meelopen aan een protestmars. De supporters zijn ontevreden over het technisch beleid en uiten dat met verhuisdozen aan het adres van voornamelijk algemeen directeur Erik Gudde. De actie moet vooral ludiek zijn en van een agressieve sfeer is geen sprake. Als de supporters over het stadionplein lopen en de hoek omgaan, worden ze opgewacht door de ME. Even dreigt het mis te gaan, maar een aantal supporters van de harde kern slaagt erin om de rust te bewaren. De groep wordt ingesloten en ook een aantal supporters dat niet met de optocht meeliep, kan niet weg. De sfeer is daarna gemoedelijk. Supporters overleggen met de ME en er wordt gezongen. Maar de Feyenoord-fans hebben geen goed woord over voor de actie van de ME. Hier staat iedereen overal met een doos. Mensen zijn bang om door te lopen. Wat is dat? Het is net de Tweede Wereldoorlog, een partij om alles dicht te houden. Ik vind het jammer, want ik zou gewoon naar de wedstrijd willen. Net als 90% van de mensen die hier staat. En iedereen wordt hier gewoon tegengehouden eigenlijk. Je zegt gewoon naar de wedstrijd willen. Je wil wel eerst eventjes een verhuisdoos voor het Maasgebouw droppen. Ja, nou ja, er zijn mensen die dat willen. Ik sta hier niet met een verhuisdoos. Dus... Maar je loopt wel mee, dat is ook niet zonder reden. Nee. Ik vind dat wij hier gewoon een statement moeten maken. En wij krijgen daar niet de kans toe. En dat vind ik jammer. Ja, ik vind weer de kleinzieligheid ten top vind ik dit. En dit is ook dat we nooit een eenheid worden. Ik bedoel, als je op een normale manier demonstreert, moet je daar ook als een volwassen fan moet je dat kunnen hebben. En zolang er geen geweld wordt gebruikt, wat is er dan aan de hand? Het werd bedoeld als ludiek. Ik vind dit redelijk ludiek. Er staat geen enkele kwetsbare tekst staat erop. Dus wat is het probleem? Geen probleem. Hun hebben een probleem. Ik vind het een kinderachtige reactie. Er is nog niks gebeurd. En dan ga je het toch zo staan doen. Je ziet zelf hoeveel er mee er staat. Ik heb geen steen of vuurwerk door de lucht zien vliegen. Geen flesje. Waarom zou je dan zo gaan reageren? Er wordt eindelijk eens actie gegeven tegen het Guddeweg. En dan word je zo door de politie tegengehouden. Nou, je ziet het zelf. Zielig. Later blijkt dat de demonstratie vooraf niet is gemeld bij de gemeente. Je mag protesteren, maar voor een mars is toestemming nodig. En burgemeester Abu Talib wil na eerdere ongeregeldheden geen enkel risico nemen. Buiten op het parkeerterrein wordt het wel even onrustig. De politie spreekt op dat moment over 3 arrestaties, maar het zijn er meer. Ondertussen zitten er achter de Kuip nog steeds een paar honderd supporters ingesloten. Mag ik er niet even langs? Ik wil er langs, ik wil naar de wedstrijd. Maar krijgen we niet de enige? Nee, iedereen wil naar de wedstrijd. En we worden nog steeds tegengehouden, dat slaat toch helemaal nergens op? Als de wedstrijd dan bijna begint, dus even na 4:30, worden er in de steeg een aantal supporters doorgelaten. 1 voor 1 en een ieder moet zich legitimeren. Familie? Ja, is mijn zoon. Ja, ik vind het nergens op slaan. Het gaat helemaal nergens over. Wat hebben we nou gedaan? We lopen hier alleen... Met een verhuisdoos. Ja, we lopen hier gewoon ons in te zetten voor onze club. En als je dan op deze manier zo, hoe zou ik het noemen, uit elkaar getrokken wordt, zeg maar, als een stel oude paarden. Dan heb ik ook zoiets van, ja jongens, waar ben je nou mee bezig? Iets voor 5:00 voert de ME dan een charge uit. Het blijft bij 1 charge. De supporters worden in bussen gedreven en missen dus de wedstrijd. De 1-0 van Dirk Kuyt zien ze dus ook niet, maar ze vieren het wel. Geen moment is het daarna nog onrustig. Wat de supporters dan nog niet weten, is dat ze naar het politiebureau gebracht worden. Feyenoord Rode JC eindigt later in 1-1. Weer teleurstellend, maar buiten bij de Kuip reageert iedereen gelaten. Om 8:00 staan er bij het politiebureau aan de veranda, dus vlak bij de Kuip, nog ongeveer 100 supporters die eerder die middag met bussen hier naartoe gebracht zijn. Buiten wachten ouders op hun opgepakte kinderen en 1 voor 1 verlaat iedereen het politiebureau. We zijn gearresteerd nu en we hebben nu een boete gekregen voor het samenscholingsverbod. Dus die krijgen we dadelijk thuis gestuurd. Wat vind je daarvan? Overdreven. Ik heb toch niks fout gedaan?
ze pakken weer de goede onder de kwaaien. Dus de angst regeert weer. Zeker het op de grasheuvel. We werden eigenlijk een beetje naar elkaar toe gedreven als stel kippen eigenlijk. En stonden daar als vee, leek het wel. En we zaten bij de laatste groep, dus wij moesten hierheen lopen vanaf het stadion. En mocht uiteindelijk hier naar beneden foto maken, naam opgeschreven en mocht je weg. Alleen dat? Ja, dat is het. En dan krijgen we een boete thuis, als het goed is. €220? Ja, dat ga ik niet betalen. Nou ja, niks gedaan, dus dan vind ik het een beetje onzin. En er is van tevoren niet gezegd dat je krijgt... Hij is op basis van het samenscholingsverbod. Maar ja, hoe kan je dan naar het voetbalstadion als je niet mag samenscholen? Dat is dan vrij lastig, denk ik. Ik was onderweg naar mijn vak. Ik ben ten onrechte gewoon vastgehouden een paar uur lang. Ik heb nou mijn wedstrijd gemist. Het is nu inmiddels 8:30, denk ik. Ik weet het niet eens. Ik heb heel mijn dag is gewoon verpest door de ME en door de overheid. Het slaat gewoon nergens op. Want jij wilde niet meelopen met die protestmars. Je had geen verhuisdoos in je hand. Nee, ik had geen verhuisdoos in mijn hand. Er was ook helemaal geen aanleiding om alles in te sluiten gewoon. Het was gewoon een rustige sfeer, niks aan de hand, er werd een beetje gezongen. Ja, de dozen werden over het hek heen gegooid. Ja, kijk, emotie is ook menselijk en ja, dit is gewoon menselijk wat er is gebeurd. Maar alleen dat de overheid zo heeft ingegrepen, het slaat nergens op. Echt, dat gaat iedere pet te boven. Ze wisten van tevoren al dat ze dit met ons gingen doen. Ja, 100% zeker. Dus laat ze het maar uitzoeken. Ga je de boete betalen? Nooit van mijn leven. Is het weer wel een beetje normaal daar beneden? Jawel, eigenlijk de meesten zijn eigenlijk nog best gezellig. Ik was het wel zat, maar er werd nog gezongen en gedaan. En verder geen grimmige sfeer. Die agenten doen ook hun werk. Ik bedoel, ga hier niet mee akkoord. En ik ga ze ook mijn wedstrijdkaart terug proberen laten betalen. Want dit gaat gewoon helemaal nergens over. Met de nog recht is mijn hele dag verziekt. Mijn kaartje is nou weg. Nou... Ja, zeg jij maar. Maar ik ga er vandoor, man. Ik betaal die boete nooit van mijn leven.